Wow, volgens mij vaag wel. Oh my god. Oké, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we hieruit komen? Oh my god, ik ben bang. Ik doe dit. Oh my god. Yo, de mensen, super leuk voor jullie. Dit is een gloednieuw voor mijn kanaal Games Real. En in deze video, jongens, gaan wij lekker een experimentje uittesten. Ik heb namelijk een tweede account aangemaakt, zoals je al kan zien. Games Real. Natuurlijk super chille naam, natuurlijk. Nee, ik moest iets verzinnen en dit kwam in mijn hoofd. En dacht: ah ja, dit is wel een goeie. Nee, jongens, we gaan kijken of we met dit tweede account eigenlijk tegen minder goede mensen komen. Als ik op mijn eigen account speel. Zodat we misschien hogere kills kunnen halen. Of natuurlijk chiller en easier een winnetje. Dus vandaar dat ik het gewoon. Ik dacht: van, weet je, fuck it, we gaan het gewoon een keer proberen. Ik kan helaas nog geen array doen, anders had ik het daarin geprobeerd. Maar hey, we doen het gewoon even in normaal solo's. En die guy is... Oh, dit bloem is zo poop soms, hè? Echt waar, dan schiet je alles erop en dan gaat niks raken. Oh nee, deze shotgun is vreselijk. Dit ding is zo slappie. Alright, chill man. Maar we zijn lekker Paradise Palms geland natuurlijk. Gewoon lekker een chille plek om te landen. En we gaan kijken of we natuurlijk lekker veel kills kunnen maken, hè? En natuurlijk die win. Alright, ik heb een grote pot. Die ga ik even innemen. Ik zie... Oeh, ik zou daar een deurtje open gaan. Helemaal in die toren daar. Oh, die gaat sowieso daar ook looten. Let op. Die kist, let op. Ik ga die headshot gooien. Ja, komt-ie, let op. Oh my god. Ik moet gokken, jongen. Oh, dit is een kut sniper, jongen. Oh shit, dat zag er zo scheef uit, jongens. Oké, ik geef toe, het was een kut sniper. Oh, what the fuck. Ik wou dit gewoon even hakken, maar oké. Die kan je, je ziet hem lopen. En nog een default. Oh my god, een default. Hij heeft wel een backpack, dus daar moet ik wel voor uitkijken, jongens. Defaults met backpacks, worden lastig. Oké, wat gaat die guy doen? Hij zit nog lekker... Hij zit daar. Dat was de bloem die ik nodig moest hebben, jongen. Tak, 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 tak. Alles ging raak, man. Easy go, jongen. Oké, dat was... Oeh. Ja. Die paarse SMG vind ik wel leuk. Oeh, wat is dit dan? Oh, dit neem ik mee. Fuck deze shotgun, jongen. Fuck dat kutwapen. Alright, let's go, jongens. Hoppakeetje. Oeh. Oh, de mensen zijn... Wat is die guy aan het doen? Oh, dat is een... Kom op, bloem. Oh, hij is fucking low, ouwe. Wacht, ik gooi dit erop. Oh, als die raak gaat... Volgens mij kan ik denk ik best wel goed damage, ouwe. Oeh, ik zie hier trouwens ook een goede... of een tactical in ieder geval. Nice. Ik moest een boertje laten en daar kwam die ook. Oké, de safe zone. Volgens mij pakt hij hem niet qua damage, dus dat is wel jammer. Maar ik ga wel pushen, though. Ik moet. Oeh, nice. Even full shield. Oké, even zo. Hup, deurtje dicht. Oké, full shield. Shotgun. Oké, SMG. Die is heel chill trouwens. Dus let's get it, ouwe. Dit wordt hem. We gaan nu veel kills pakken, jongens. Let's get it. Alright. Oké, die. Hoe heet die guy? Hoe heet die guy nou? Oh, hij is volgens mij dood. Hij is dood. Oh god, ik kon hem niet. Zo, die tactical is lekker slow, jongen. Oh god, ik heb geen match. Let go. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Ik had geen match. Holy shit. Die trap, perfect Dylan. Wat ben je toch weer een beast, ouwe. Holy moly, kwakkemoly. Ik heb jeuk als aan mijn baard, die ik niet heb. Oké, ik weet niet wat dat wel opsloeg trouwens. Holy shit, gek. Dat was een lepe fucking game, man. Holy knijters. En met gameboer doe ik trouwens fighting. Ik weet niet waarom ik game zei. Holy damn, ouwe. Mamma mia. Dat scheelde echt niks, gast. Die trap was zo snel en niet serieus bedoeld geplaatst of zo. Ik weet niet hoe je dat zegt. Ik dacht er eigenlijk gewoon totaal niet over na dat ik die trap daar moest plaatsen. Holy shit, maar het werkte echt fucking goed, die trap. Wow! Oh, zo mijn steen. Alright, even zien. Ik zie daar iemand bouwen. Dus op zich kunnen we even hallo zeggen. Kut, hij gaat net die gang in. Ja, dat is wel minder fijn. Hey, kom eens terug. Hey, kijk, hij luistert ook nog eens, volgens mij. Ja. Kom terug. Hey. Yo, en die bloem zit nou wel even verdorie erg mee, ouwe. Waar is hij geland? Waar is hij geland? Is hij doorgevlogen? Zie je hem daar vliegen? Ik zie hem nergens lopen, jongens. Dit is kut. Dit is heel kloten. Wacht, ik ga even omhoog. Waar zit je vriend? Oh my god, deze guy is zo low. Hij is echt verrekte low. Ik heb geen idee. Ik zie niets in de buurt hier bewegen of zo qua enemies. Fuck, ouwe. Die kerel was echt one shot. Is hij hier geland toevallig? Nee, ook niet, hè. Fuck, ouwe. Oh, die knaap was echt low as fuck, jongen. Niet normaal. Je kan niet erger weak zijn dan die guy. Holy shit. Goeie wapen? Oké, ja, die hebben we al. Die deagle. Helaas, spinnenkaas, jongens. Oké, jammer dat ik dat soort mensen altijd weer kwijtraak, man. Dat is zo kut. Ach ja, hè? Heeft hij weer geluk? Heb ik helaas geen kill, maar dat komt nog wel. Misschien kom ik er wel zo weer tegen. Je weet maar nooit. Oké, even zien, man. 3 kills. Er moet even wat meer van worden. Ik hoor een bal. Ik hoor ook schoten. Oh my god. Ik was net een fucking seconde te laat, man.
Oké, okay, blijkt het weer helemaal een zweten te zijn die net stil stond. Oh, deze kan even kut shotgun, dat is chill voor mij. Oh, what the fuck? Kijk hoe vaak die al heeft geschoten en kijk mijn HP nog steeds. Besef hoe kut dat ding is. Dat ding is echt te slecht. En dit ding is te goed. Komt hij naar boven? Doei. Oh, dit ding is zo sterk, ouwe. Haal het eruit, jongens. Dames en heren, haal deze gun eruit. Sorry dat ik het zeg. Ik vind hem super chill om te gebruiken. Maar hij is te overpowered als we echt realistisch ernaar gaan kijken. Woe! Maar hey, gratis kills verdelen, jongen. Huppakeetje. Let's go, man. 4 kills. Nice. Let's get it. Ook weer iets van mensen erbij. Dus het is ook niet helemaal voor niks geweest, deze fight. Chill, man. Let's get it, ouwe. Heeft hij... Oeh, launchpad. Kijk, dat vind ik leuk. Dat vindt Dylan wel leuk. Het was helaas niet die guy die net wegvluchtte. Dus ja, ik wil nog steeds die Bright Bomber. Het was een Bright Bomber, volgens mij wel. Die guy wil ik nog steeds vinden, man. Waarschijnlijk heeft hij nu wel echt weer vol HP. Dat is wel jammer, denk ik. Maar hey, you never know, man. We will see him, hoop ik. En anders, ja, gaan gewoon andere mensen even fighten. Nee, broer. We moeten wel even een stukje terug, man. Want dit is een beetje het randje van de safe zone. Waarschijnlijk zijn hier dus ook niet zoveel mensen meer. Dus even zoeken. Oh nee, we hebben al 6 minuten. Oh, geintje. Dan hoeven we dat niet. Is een, ja, Rita kan het wel helemaal gaan zoeken, maar dat weet je. We gaan gewoon lekker door, man. Als ik iemand zie lopen, sprinten we er gewoon gelijk op af. Zoals nu. Geen guy. Yo, what the fuck, ouwe. Die kerel die bouwde gewoon. Hey, jongens, ik kan hier niks plaatsen. Hoor. Weet je hoe. Oké, ik ga het even demonstreren. Oké, dit is heel erg dat ik dit nu ga doen. Maar hij liep zo. Pak. Muurtje. Oh, ik kan hier geen muurtje plaatsen. Oh, wat kut. Pop. En toen was hij dood. Dat is precies hoe het ging. Oh, dat is zo mooi. Oké, weet je wat het is? Heel veel mensen blijven te erg in hun bouw. Hoe zeg je dat? Bouw. Minuutje zitten, zeg maar. Ze gaat te lang bouwen, terwijl je eigenlijk al moet schieten, weet je wel. Waar je meer kansen kan maken dan bouwen. Ja, dat is jammer. What the heck, sure fuck was dat, ouwe? Ik schrok me dood. Als ik daar op een of andere manier dood zou gaan... Yo, ik had iets uit het raam gegooid, sowieso. Alright, jongens, 5 kills. Let's get it, ouwe. Okay, even kijken, bij Salt wil daar nog iets te vinden. Valt hier meestal ook wel iemand? Nee, deze keer niet. Lekker full HP, jongens. Kijk ook onze shield. Dat is dikke primo, dit. Wacht, ik echt lachen als hier iemand in zit. Die cones moet je nooit vertrouwen, jongens. Echt niet normaal. Royt is... Ja. Dat is iemand die ik zie. En die heeft geen shield meer. En heel weinig HP nu. Bonjour, nou. Weet je wat we doen? We plakken hier aan vast. Doen we hier. Oké, dit gaat heel soepel. Hup, boompie. Gaan we omhoog. Springen we eruit. En dan doen we nu 1 keer 360 pump. Let op. Pow. Oh my god. 360. Pow. Oké, ik ben heel scheef. 360. Oké, geen 360. Wat een guy, ouwe. Hij dacht van, oh, deze guy is fucking nep eigenlijk. Ik heb hem wel. Nope. Ik zeg je eerlijk, dat was zo dom en gaar van mijzelf, ouwe. Maar hey, we got him, jongen. 6 kills. Dit bedoel ik, maar op een of andere manier... Het lijkt in ieder geval zo... Ik wil niet hardop zeggen of te erg van... Yo, ik zie je wel dat zo weinig goede mensen tegenkom. Maar de fights die ik nu aanga zijn niet de meest uitgebreide intense fights, laten we eerlijk zijn. Ik ben trouwens ook weer mijn bal verloren zoals gewoonlijk. Ik weet niet, sweeper dat ding altijd helemaal ergens heen. En dan kan ik hem nooit meer terugvinden. Buongiorno! Is hier iemand? Even luisteren. Wow, volgens mij vaag wel. Oh my god! Oké, hoe gaan we dit doen? Hoe gaan we hieruit komen? Oh my god, ik ben bang. Ik doe dit. Oh my god. Ik was op een haartje verwijderd daar dood. Op een haar... Nee, niet eens een haartje. Gewoon een... Een bacterie. Iets fucking kleins, ouwe. De pien van Anko. Oh my god, ouwe. Yo, ouwe. Dit was fucking... Ik schrik me dood, ouwe. Yo, zo, mijn stem gaat ook helemaal raar doen. Het lijkt net alsof ik 40 jaar ouder word, joh. What the heck. Holy shit, gast. Ik wist ook mentaal niet wat ik daar aan moest. Van, yo, wat moet ik nou doen om hier af te komen? Ik dacht maar, ik flikker erop met die launchpad dan maar. Holy shit. Want straks edit het fout of zo. Edit. Oh my god, hier is een truck. Wacht, ik ga dit doen. Kut, ik wil het kapot maken eigenlijk. Nee. Druk de boel, jongens.
Hij heeft geen shield. Let's go. Dat is Uno. Alright, man. Er zitten nog meer mensen hier. Holy shit. Let's go, die is ook hier. Let's go, got him. Nice. Woo! Nice, ik hoor nog meer mensen. Even snel kampvuurtje. Dank u wel. Ze zitten volgens mij hier beneden ook te schieten. Alright, man. Holy shit, op een of andere manier kom ik opeens iedereen van de hele lobby tegen. Holy shit, die airdrop gast, what the fuck? Kijk hoe mooi die er staat, ouwe. Oké, dat vind ik echt goud. Oké, ik kan er waarschijnlijk niet bij, maar ik vind het wel een gouden plek. Heel snel. Oké, nice, chill, let's go. Ik hoor die beneden weer schoten, jongens. Dus we gaan gelijk kijken. Yo, is een drukke boel hier, man. Holy knijters. Ik dacht echt, als die gekillsteeld wordt... Bro, het is Fortnite. Bouwen. Oké? Okay? Ik zweer het je. Sommige mensen moeten echt meer op hun bouwen letten dan op überhaupt schieten, man. Deze guy, als hij gewoon iets had gebouwd, had hij mij sowieso meer tegen mij kunnen doen. Maar oké, GG. Geen probleem. Hij is gewoon aan het oefenen waarschijnlijk. En ik krijg val damage, dus ik ben ook niet zo goed, zoals je ziet. Alright, geef mij snel die. Alright, echt mensen. Ik weet, ik heb 2 spectators nu. Zouden hun mij herkennen of zo? Ik weet het niet wat het is. Heeft deze guy hier iemand gekillt? Ah nee, deze was die gast die ik net killde. Alright, maar die SMG jongen, I love it man. Geweldige gun. Alright, even zien. We moeten weg jongens. Op naar de safe zone. Geen idee of hier nog iemand zit, waarschijnlijk niet. En anders, yo, zie ik je zo meteen wel, I guess. Oh shit, nou ik heb wel. Laat het gewoon doorgaan hè, broers. Oeh, daar is wel iemand dood gegaan man. Zit er nog iemand hier dan? Nou, denk het niet. Het zal wel. Oké, okay, let's get it. Even zien, we zitten bijna al in de C-zone, dus dat is wel... Gaas, die gang is gewoon dikke easy, jongen. We komen gewoon bijna in de C-zone. 9 kills, jongens. Minimaal nog 1. Ik zie hier een guy lopen. Dit kan onze 10e kill worden. Ik wil altijd de 10 kills halen, dan ben ik altijd tevreden. Oké, 1 spectator is alweer geleft. Nou, dan niet, hè? Panda. Die guy is... Ik weet niet of hij mij door heeft. Sowieso heeft mij door. Sowieso. Nu heeft hij zeker mij door. Yo, dit is echt mijn 1, man. Dat is echt niet normaal slecht. Voor een baller. Huh! Ik kom er niet uit. Oh, dit is van mij. Lol, ik kom gewoon weer terug redden, eigenlijk. Weet niet of het een hit was? Volgens mij niet. Oh my god, ik heb owned. 100 fucking 36, ouwe. Holy shit, ouwe. Die knaap is gepopt, ouwe. Oké, even zien. Die mee. Oké, okay, nice. Ik weet niet of mensen mij fucking kennen, ouwe. Het is, kijk, games viriel. Welke Mongol zou dat als naam gebruiken, behalve ik dan? Oké, okay, trouwens geen haat naar Mongols trouwens. Het is gewoon meer van, ja, Oké, karma. Oh, ik was bijna dood. Nee, maar ik bedoel gewoon meer van, ja, hoe kom je hierop, weet je? Hoe kom je hierop? Hey, dat kan toch niet om? Alright, ik ga even deze berg op, want dat vind ik een leuk plekje. Right, 11 kills, jongens. We gaan voor die fucking 13, jongen. Dat moet lukken. Nog 2. Okay, dan moet ik wel even beter editen. Bouwen bedoel ik. Jezus, soms plaatst hij niet ofzo. What the fuck? Er zit een delay in ofzo. Ik weet niet wat het is. Oké, kom op, Dylan heb. Mijn toetsenbord ofzo. Ik weet niet wat het is. Oké, ik ga weer smoesjes verzinnen. En ik sfeer het. Het is best wel apart wat hij nu aan het doen is. Alright, enemies. Where are you at, bros? Ik weet niet eens waarom ik chesten openmaak. Kijk, 1 keer mijn loot. Ik kan niet beter krijgen dan dit. Dit is eigenlijk denk ik gewoon het beste loot wat je kan hebben nu. Toch ga ik het even openen. Haha, oké. Oeh. Kan ik hier iets mee? Iemand. Gooi gewoon daarin. Wie weet. Komt hij ver trouwens? Ha, valt wel mee. Ik wil gewoon iemand gaan pushen. Fuck it, let's go! Oké, dit is niet de bedoeling. Kutboom. Sorry, ik liet je in leven, maar dan ga je zo doen tegen mij. Ja, dat wordt hem niet dan. Ik heb die heavy sniper, though, dus ik kan gewoon easy iemand zijn muur vol eruit pleuren, hè? Holy shit, ik schrik met de tyfus, gast! Oh my god! Is dat van de maal? Smeerlap. Huh? Oké, okay, nice. Uit de lucht. Je bent nu dood. Oké, ik weet niet waar dat op sloeg. Oh, naar beneden, jongens. Au. Nee. Hoeveel kills heeft deze guy? 2. Ja. Oké. Ja, hé. We zijn tweede geworden met deze... Fucking guy, ja. Hey, oh, hij liet ook gelijk wel. Oh, wat kut. Hey, het was een super dikke game. 12 kills. Het kon de 13e worden. Daar wou ik eigenlijk voor gaan. Maar, hè.
Hij schoot ons naar beneden. We zaten veel te hoog. Ik moest eigenlijk nooit zo hoog bouwen. Dat was gewoon dom van mij. Maar hey, was alsnog een chille game. Hopelijk vond je alsnog deze potje leuk. Ik ga opeens een ander dialect praten. Nee, maar even serieus. Het was een goede game. Aan de ene kant, het experiment is het geslaagd. Ik wil een soort van 50-50 resultaat geven. Want ik kwam niet hele goede mensen tegen. Je zag ook de guy die net gewonnen heeft maar 2 kills hebben. En op zich, ik denk dat het wel werkt. Dus ben je zat om elke keer te verliezen of gewoon niet meer chill te kunnen spelen. Maak een 2e account aan en je hebt gewoon weer je plezier terug op een of andere manier. In ieder geval, ik vond het super leuk. Deze game was super dope. Hopelijk vond je deze video ook leuk. Vergeet dan zeker gewoon even je beeldscherm om te draaien. En niet dit te doen, maar gewoon even zo'n tikkie te geven op je beeldscherm. Kunnen natuurlijk 20.000... Yo Dylan, wat lul jij nou weer? Kunnen we 2.000 tikkies halen? Ik weet niet waarom ik tikkies zeg. Ik vind het wel leuk klikken. Tikkies, hey. Zie mijn tikkie dan. Nee, jongens, bedankt voor het kijken. Kunnen we 2000 likes halen? Ze super dood zijn. Vergeet ook niet zeker te abonneren. Om natuurlijk op de hoogte te blijven. Dat ze super ziek zijn. We gaan natuurlijk groot toe. 160k. En jongens, super dope. Thanks voor de love. We gaan weer strijden voor de video's, jongens. Zomervakantie is officieel nu gestart voor mij. Dus de focus is nu op YouTube. Dus super ziek, man. Ik ga weer grinden. Bedankt sowieso voor de support. Iedereen nog steeds aan blijven kijken. Dikke love naar jullie. En dat was dit de video, jongens. Ik zeg tot de volgende keer. Later.